Dames en heren, goedemorgen. We staan hier vandaag in de binnenstad van Deventer waar het Dikkensfestijn aan de gang is. De 29e editie hier op 14 en 15 december. Laten we even kijken wat hier allemaal te zien is. Wat vindt u van de Dikkensfestijn? Dat is wel erg gezellig eigenlijk, ja. En wat vindt u van de personages die hier rondlopen? Ja, top man. Het is echt leuk. Je komt echt weer terug in de tijd. Het is echt leuk. Het is wel gewoon ieder jaar weer super gezellig en echt de moeite waard om terug te komen. So delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. I really like it. I think it's really beautiful and it perfectly fits the ambient of the city and yeah, really lovely. What do you think of the characters walking around? Oh, lovely, lovely. And I really liked it that there were so many of them and we recognized different characters from the stories from Charles Dickens. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Wat vindt u hiervan, van het Dikkensfestijn? Het is mooi groot opgezet. Het afzien van vele jaar terug is het eigenlijk nog weer groter geworden, gevoelsmatig. En hoe lang heeft u in de rij gestaan? Iets meer dan een uur. Het was wel een beetje lang vandaag. Wat vindt u van de personages die hier rondlopen? Hebben ze mooi gedaan. Je kunt echt zien dat er moeite in gestoken is voor tijd. En echt lonend. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having. What do we think of the Dickensfestijn? Okay, it's really nice. It's really nice. It's just before Christmas time, and come here to know a little bit about the history, and it's really nice. Yeah, we are really professional. Yeah, it's out of my expression here. I'm officially from China, but I'm worked in Antwerp right now. Children sing their song. Nou, jullie zijn bij Dikkensfestijn. Wat vind je ervan? Leuk tot nu toe, heel erg leuk. Ja. Heel erg gezellig. Een hele leuke sfeer hangt er. Hey, waar komen jullie vandaan? Uit Meppel. Vlotte. En jullie hebben ook in de rij gestaan, neem ik aan. Hoe lang hebben jullie in de rij gestaan? Niet zo lang, een minuut of 10. We waren op tijd. En wat vinden jullie van de personages die hier rondlopen? Leuk, erg goed in karakter. Het voelt echt alsof je een beetje terugstapt in de tijd. Het is erg leuk om te zien. Ook alles nog zeker met contant geld. En je merkt ook gewoon dat mensen die, als ze zeggen aan de kant, dan moet je ook echt aan de kant gaan. Dus ze maken geen plek voor jou. Dus dat is hartstikke leuk dat ze gewoon echt in karakter blijven.
Wat vindt u van het Dickensfestijn? Ik vind het hartstikke leuk. Het is heel authentiek. Het dorpje is echt geschikt ervoor. Goede locatie, de stad. En er lopen zoveel mensen rond. Ik vind het wel iets hebben. En wat vindt u van de personages die hier rondlopen? Ja, er zijn heel karakteristieke bij, hele chique bij. Ik moest om 8 uur achter de kerk zijn met iemand zelfs. Dus kan je nagaan wat er rondliep. Nee, heel leuk. Heeft u in de wachtrij gestaan en hoe lang? Nou, wij konden toevallig stiekem binnen omdat onze vrienden hier wonen. Dus hoefden we niet zo lang in de wachtrij. Dus dat scheelde. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night. Ik dacht even in die mooie horloge. 2 pond stuk mevrouw, 2 pond stuk. 2,5, 5 talen schoonmaken, van je hup met zakje weg geweest. Kan je maar over nadenken, hartstikke mooi. Top hè, waardevolle spullen, pas even goed op je horloge. Voel even na of je beurs nog zit. Ja, dan weet ik namelijk ook waar die zit. Deze mevrouw met die oranje jas, rechte zak jongens. Zo. Deze dame hier heeft al jarenlang last van een wintermofje. Een wintermofje, zeg ik u. Ik ga heel even een kleine inspectie. Komt allemaal goed. Oh, de penetrante lucht zegt al genoeg. Daar zit een wintermofje in. Maar gelukkig hebben we daar een wondermiddel voor. Baxter en Barnacles, wonder in Xen. Merry Christmas. Merry Christmas. Ja, dat tellen we eraf. 3, 2, 1. Zielig kijken, papa heeft nog. Ding. Je moet niet met ons bemoeien wat we doen. Hoezo? Ja, je hoeft niet te bemoeien wat we doen. Ik betaal jullie toch, ik kan zo'n contract verbreken hoor. Ach, hou je muil. Welkom bij de workhouse. Heb jij een vader? Heb jij een vader? Hou maar goed vast dan, want voor je het weet zit je bij mij binnen. Thank God it's Christmas. Dit was de 29e editie van het Dickensfestijn. Ik hoop dat u genoten heeft en tot volgend jaar.